Vincent Kusters, een bariton die tegenwoordig woont in Kadier en Keer, oorspronkelijk afkomstig uit de Meer, is tegenwoordig veel te zien op televisie en in diverse producties. Maar hij is ook organist in Gronsveld, dirigeert een koor in Eckelrade. Hoe is dat met elkaar verweven? Het antwoord zit eigenlijk al in de vraag. Het is met elkaar verweven, want het is allemaal je bent altijd met muziek bezig. En hoe breder je oriënteert op muziek, hoe meer ook je juist in een bepaalde discipline kunt stoppen. Want je kijkt vanuit de verschillende oogpunten, hè, als dirigent of als pianist of als zanger, kijk je op een andere manier naar muziek. En daardoor neem je iets daarvan mee in de interpretatie, bijvoorbeeld als zanger of als pianist. Je bent al heel vroeg begonnen met muziek maken, met zingen, met piano spelen. Hoe is dat zo gegaan? Is dat vanzelf gegaan? Of? Min of meer wel. Ik heb een oudere zus en zij zong als jong kind ook heel erg graag. En als jonge broertje dan kopieer je natuurlijk veel van wat je zus doet. En zij begon op een gegeven moment ook piano te spelen, want we hadden thuis een piano staan en mijn ouders zijn alle twee geen muzici. Dus die speelde niet, maar mijn zusje die begon op een gegeven moment een keer te spelen. Te tingelen. Ja, en dan ga je dat gewoon nadoen. En zij ging op een gegeven moment ook meezingen in het kinderkoor van de basisschool Sint-Jozef in Meer. En toen dacht ik, dat wil ik natuurlijk ook. En daarna, ik bedoel een basisschool, daarna ga je naar de middelbare school. Dan is dat dan nog cool om te doen, zoveel met vooral ook klassieke muziek bezig zijn? Of? Ja, of iets cool is of hip, dat zijn dingen, termen, daar heb ik me in mijn hele leven nog nooit aan gestoord en nooit mee bezig gehouden. Dat is alleen maar goed. Dat ga ik ook niet doen. Nee, is ook alleen maar goed. Dat zit er niet in, het zal er ook nooit in komen. Ik deed gymnasium, dus er kwam opeens een hele hoop huiswerk bij. Iets wat je op de basisschool eigenlijk niet had. Ja. Dus ik heb dat ook echt moeten leren, hoe je daarmee om moest gaan. Dus het werd steeds lastiger te combineren, al die andere hobby's. En dan ga je keuzes maken. De belangrijkste dingen waren toch altijd wel de muziek. En je bent daarna, na de middelbare school, ben jij ook naar een conservatorium gegaan? Tot late leeftijd totaal onduidelijk, wat wil ik nou eigenlijk? En dat is pas gaan broeien ik wil die muziek in. Doordat ik op een gegeven moment, ik had zangles bij Marijke Elieveld op Cumulus Maastricht. En zij ging met pensioen en toen zei zij van, ik wil graag dat jij bij een goede docent terechtkomt. Niet zomaar bij iemand, maar bij een goede docent. En zij had, ze wist, Mia Wesselink is een bekende naam in het vak. Zij heeft toen ervoor gezorgd dat ik op mijn, denk dat ik 15 was, 15 of 16, dat ik bij haar mocht voorzingen. Dus op conservatorium Maastricht. En in mijn geheugen was het van dat mevrouw Besseling toen vroeg van, goh Vincent, wat wil je later worden? Toen moest je gaan nadenken. Dat was eigenlijk de eerste keer. Ja. En toen zei ik, ik weet het niet, ik wil misschien wel arts worden of zanger. En of dat precies zo is gegaan, maar in mijn geheugen was het toen dat mevrouw Besseling toen zei van, ik wil je best lesgeven, maar ga nou eerst nog maar een jaartje bij Dunij van Doren. Er was een studente van haar zangles nemen en dan kom je maar terug. Ik zat toen ook nog net na mijn stemmutatie. Ik ben heel lang doorgegaan als jonge sopraan en dat noemen ze de stembreuk ook. Heb ik dus die stembreuk, moest ik gaan leren zingen met mijn mannenstemmen. Daar heeft Donij ook een bijdrage aan geleverd. En toen na een jaar ben ik weer bij de voorgezet. Toen zei ze, heel goed, wat wil je later worden? Wist het nog niet. Nou, toen had ik wel van tevoren al, die vraag zag ik natuurlijk wel aankomen. Dus toen had ik wel zanger worden. Dus, en op die manier
Ben ik er min of meer ingerold, ja. De focus ligt wel op zang. Zeker in de afgelopen 3 jaar. En een bepaald genre? Uiteraard gewoon klassiek, ja. Dus dat is heel breed. De volksmond heet gewoon operazanger. Maar dat valt gewoon onder lied, oratorium en opera. En je hebt een paar mooie prijzen daar al mee gewonnen met in liedfestivals? Liedconcoursen. Ja, dat is het belangrijkste vocalistenconcours in Nederland, het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch. Daar is een opera-oratorium editie van en er is een liededitie. Die bestaat toch niet zo verschrikkelijk lang. En ik heb deelgenomen in 2019 aan de liededitie vlak voor corona. En toen heb ik met mijn duo-partner Charlie Bomeiring een hele mooie prijs gewonnen, de Vrienden van het IVC-prijs. Dus dat was inderdaad... Ja, een mooie bekroning. Dat is een mooie prestatie, ja. Want dat is toch hard werken, denk ik? Het is heel hard werken. Hoewel ik dat niet zo per se ervaar. Want het is natuurlijk... Ja, mensen zeggen wel vaker, wat is het mooiste? Mooier dan van je hobby je werk te kunnen maken. Dus ik heb het nooit echt ervaren als hard werken. Maar er zijn vaak genoeg mensen die zeggen van... Je hebt er hard genoeg voor gewerkt. En dan denk ik van... Nou, zal wel. Ja, nou, dat klopt ook wel, ja. Hoeveel uren ben je per dag bezig met... Ik schakel nooit af. Dat betekent niet dat ik 24 uur per dag zing. Maar je bent 24 uur per dag bezig met dit vak. Als je naar bed gaat, als je opstaat, je moet in conditie zijn. Hoe zit mijn stem? Mails beantwoorden. Ja, je bent gewoon continu bezig met... Als je een carrière wil maken, met die carrière. Van, wat is de volgende stap? Je moet toch stappen zetten, precies. Ja. Ja. Want met dat vak, je noemde het woord al, corona, dat heeft toch ook wel bij jou denk ik een wissel getrokken de afgelopen 1,5 jaar. Ja, corona is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. We zijn allemaal door een diep dal gegaan. Ik moet zeggen, er zijn collega's die hebben 1,5 jaar niet gezongen. Die zeiden van, als een maand geleden of zo een concert weer hadden, van god, dat is mijn eerste concert in 1,5 jaar tijd. Nou, zo erg was het bij mij niet. Ik heb in het begin van corona nog aardig wat concertjes gehad en ook nog best mooie dingen. Vorig jaar ook met de Philharmonie Zuid-Nederland tijdens Musica Sacra. En ik heb nog zelfs nog een concours gewonnen in coronatijd. En verschillende dingen heb ik dus nog kunnen doen. En daardoor, doordat ik bezig was, in december had ik een IVC masterclass. Dat was wel een van de laatste grote dingen toen ze een aantal maanden echt helemaal niks geweest. Januari, februari, maart. Toen merkte ik, van, goh, als je echt niks hebt, hoe zwaar dat mentaal moet zijn. Want dan moet je toch... in shape blijven, je moet toch zorgen dat het bijblijft. Nou, dat is nooit voor mij een moeilijk geweest. Ik heb juist in de coronatijd ook ervaren als, goh, ik heb weer tijd om te investeren in je techniek, investeren, ook risico's durven nemen, gewoon dingen anders durven te doen. Natuurlijk heel veel repertoire eigen maken. Dus eigenlijk heb ik achteraf, kun je natuurlijk nu nooit tijdens bepalen, geschiedenis bepaal je altijd pas achteraf, heel veel gehad ook aan de coronatijd om mezelf te ontwikkelen en ik ben als een ander mens eruit gekomen, als een ander, toch een verder ontwikkelde artiest. Even de focus op jezelf kunnen leggen. Ja. En tegenwoordig ben jij ook druk bezig hier in de regio.
Ik zag de productie over Alzheimer. Ja, we zijn inderdaad met een hele mooie, bijzondere, indringende productie bezig. Dat blijkt ook uit de reacties achteraf van het publiek iedere keer. Mensen vinden het echt heel erg mooi en indringend. Het is natuurlijk ook een onderwerp waar iedereen kan zich daar wel een voorstelling bij maken. Hoe verschrikkelijk het is als het jou overkomt of jouw omgeving. Ja. En het is een voorstelling van 1,5 uur. En iedereen zegt na afloop van, goh, was voorbij. Je hebt er helemaal geen erg in. Het is heel bijzonder. Dat is alleen maar een compliment voor de makers van het... het bedenkers van het hele concept. Precies. Ja. Je was onlangs ook te zien op televisie. Vaderlandse televisie bij Podium Witteman. Dat was ook een hele ervaring, denk ik. Ja, het was een zeer bijzondere, unieke ervaring natuurlijk om mee te maken. Want hoe gaat dat dan? Ja, hoe kom je daarbij? Dat is eigenlijk denk ik een samenloop van omstandigheden. Dat is toevallig wordt jouw naam, ik weet het niet, maar toevallig wordt daar bij zo'n programma jouw naam komt daar langs. Ellie Ameling heeft misschien ook eens van mij gehoord en dan hebben ze het erover. En op een gegeven moment zeggen ze, ja, dat lijkt ons een geschikte kandidaat. Zo zal dat gaan en dan word je gewoon gevraagd en benaderd. Wil je dat doen? Natuurlijk wil je dat doen. Natuurlijk. Die laat een kans liggen om op de televisie te zingen. En daarnaast ook bij zo'n grootheid als Ellie Ameling. Gefileerd te worden. Maar nou, dat is ze had niet veel woorden vuil gemaakt. Nee, dat had je van tevoren natuurlijk nooit kunnen zien aankomen. Nee. Iedereen dacht van, god, die Ellie Ameling, dat is een pittige dame. Dat is ze ook echt. En ze heeft er echt... als er iemand verstand heeft van lied, dan is zij het natuurlijk wel. Dus je verwacht, daar komt wel een hele hoop kritiek. En, of althans, ja. In ieder geval dingen waarvan zij vindt dat nog bijgeslepen kan worden. En je bent zelf ook hartstikke kritisch op jezelf. Dus ik had gezongen en ik denk van, oei, van, dat komt beter en dat. En nu gaat het komen. Dus en toen, het tegendeel was waar. Ik weet niet meer precies haar bewoording, maar... Nee. Zei iets van, hier heb ik weinig aan toe te voegen of zo. Wat moet ik nou eigenlijk hierover zeggen? Ja, we kunnen doorgaan naar het volgende lied. Dus ja, ik was zelf wel even verbaasd op dat moment. Ja, het is in ieder geval wel een mooi compliment dat je op de goede weg bezig bent. Natuurlijk, het is een heel mooi compliment. En het is een fantastische ervaring om dat mee te mogen maken. Hassen, hoffen, sagen, alle Lust und alle Qual, alles kann ein Herz ertragen, einmal um das andere Mal. En nu voor de toekomst. Heb jij stippen op de horizon? Nee. En ik kijk niet op die manier vooruit. Ik laat het gewoon eigenlijk meer... Kijk, ik weet wel ongeveer van wat ik wil en waar ik mee bezig ben. En, maar je moet denk ik niet te veel van tevoren willen plannen in dit vak waar je naartoe wilt gaan. Want dan... sta je niet helemaal meer vrij en open voor kansen die aan je neus die voor je langs kunnen komen. Die komen gewoon opzet, die kansen. Ja, je weet namelijk niet waar die vandaan kan komen. En op het moment dat het er is, moet je er gewoon voor gaan. En als jij heel planmatig bezig bent van ik wil dit of ik wil dat, dan kan het zijn dat je op die manier andere kansen aan je voorbij gaat laten gaan. En binnenkort wel een keer hier in de buurt nog een concert verzorgen? Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk om hier een eigen... Je eigen publiek? Ja, dat hoop ik wel, dat het vol zit met bekende gezichten. En, we hopen dat corona zal een x-aantal mensen maar toelaten. Ja. Maar ieder publiek is meegenomen. Ook dat zien we wel weer. En maakt niet uit of je voor 100 man zingt of voor 10 man zingt, je moet toch altijd je ziel blootgeven. Dus dat maakt geen verschil. Ik wens je heel veel succes, vader. Dank je wel.